Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Fijn dat je weer kijkt naar Omroep Maas en Grens. Je kunt dadelijk gaan kijken naar de grote vastelavondsoptocht die gistermiddag getrokken heeft door het Kwekkerteriek in Boekel. Het commentaar bij deze optocht werd verzorgd door ex-prins Bert Hendricks. Ik wens u heel veel kijkplezier bij de grote vastelavondsoptocht van de Boekel. Goedemiddag, beste vastelavondsvierder en andere gekken. Het is de bedoeling dat we hier naar de optocht gaan kijken van Boekel. En dat we in een schone bondje stoet hier voorbij mogen zien. Dat dit jaar op Maas en Grens uitgezonden werd. Hallo. Ik, prins Bert. Prins Bert III. Ik ben zelf ook prins geweest in 1990. Ik probeer een beetje wies te maken wat er allemaal langstrekt. En we hem allemaal voorbij komen, wat het allemaal voorstelt. Dit jaar. En we zullen even nog moeten wachten, want ik zie niet achter mij dat er nog geen beweging in is. Maar het zal niet al te lang meer duren, dan komt die de bondjesstoet voorbij. En we hopen maar dat het een schone, lange optocht werd. Eerst met noem, met deze dag met 55 plus ouder geblust, staat op het vaandel van Oost Harmonie. Traditioneel getrouwd, dat Oost Harmonie altijd de optocht openen. Dit gezelschap, oorzakelijk bestaande uit jeugdige leden, gaat al jarenlang voorop in onze optocht. De optocht die al jaren trekt die. Direct na de oorlog sinds het begon en als ik goed geïnformeerd zit, is dit de 49e optocht. Slechts één jaar is de optocht niet doorgegangen, dat was in het jaar 53, toen de mensen in Zeeland heel veel angst aan hun kop hadden als feestvieren. Ze hebben hem toen ook natuurlijk ook terecht afgebroken. En hier daarna we hebben een prachtige groep, een vriendenclubje is het. Mensen die allemaal graag meedoen aan de optocht. Ze gooien ze bijeen, ze doen zich gedaan, ze versieren zich het en trekken fijn met in onze optocht.
hebben wel de boek aan of ze iets steekt op het papiertje wat ze achteraan hebben hangen. Ze lopen in elk geval met twee man in één box, zie je niet. Het is wel een vrij grote box. En dan gaan we verder met deze. Daar duiken we de gans in. Dit is een groep duikers. Het is een grote groep. Dat is een vriendengroep met allemaal een flinke pot berenijn. Dat is een vriendengroep van de prins. Prins Marcel de Eerste. En ze duiken er ook in. En daar vult al de eerste fles enig op. Die duikt al meteen tegen het wegdek aan. We hebben allemaal een schoon fles met zuurstof omhangen. Ik geloof maar dat ze het ook nodig hebben met deze dag. Want deze groep kennende, ze zijn niet vies van een putje bier. En van slapen denk ik dat er ook niet veel van komt. We zijn al het ganse jaar gepers. Dat is een zeer duidelijke groep ook. Ze hebben een verrekje zinnig in een of ander tralieachtige kooi zitten. Dat slijt natuurlijk op de verrekjespers. Waar we het hele jaar door geconfronteerd zijn geworden. En waar er veel van het leutje hebben moeten liggen de laatste jaren. Ook deze groep wat nu een aantal is, met invalide wagen, dat is de familie Vlodder. De Hoenterbie, Whisky. Een zeer originele groep. Die ook hier de boog omgaan. Dit is een schone groep. En nu zie ik dat de eerste wagen in aantocht is. En zover ik het vernieuwd al kan zien, is het... Oh, dit is ons legere school op de boekhoel. Het kan ook niet missen. Onlangs heeft nog een stukje in de gezet gestangen van... ...die zich met de gemeentepolitiek bemoeit... ...dat het een stiet werd dat op de boekhoel ook een school kwam. Ik weet het niet, maar die steed al jaar en jaar en jaar en jaar en jaar. En daar hebben ze natuurlijk een schone wagen op gemaakt. Vergeten. Verdwenen, dat geeft het ook niet. Ook die is een zeer duidelijke wagen, wat daar de bedoeling van is. Het is een prachtige wagen waar ons school op afgebeeld werd. En het is een wagen die van VV Boekel afkomstig is. Het zijn de leden van ons voetbalclub. Die we allemaal zeer enthousiast eraan begonnen zijn om deze prachtige wagen te maken. Ze doen ook al jaren mee aan onze optocht. De heel schoon versierd is, wat ik gezien heb, ik heb nog een schoon met aanhang. Er staat ook nog de speeltuin en alles hebben ze erbij. Prachtige uniform. Zangbak, alles erbij. Allemaal een pak merlijk in de hand, zie je niet. Wat daarin zal zitten, ja, ik weet het niet, maar ik heb niet het idee dat er een of ander soort melk of karnemelk of gaat in zit. Direct achteraan, ik heb ook weer in de groep. Het promotieteam van Boekelisten. Er zijn een paar dames geweest die willen de boeken op deze manier het schoot promoten. En hier kunnen we de groep met een paar uitgebouwde fietsen zien. Veel lopen dit jaar niet met. Nou, dat is duidelijk, ze fietsen met. Ook een hele schone wagen met ontzettend veel bloemen versierd. Die de bocht omgaan. Ze fietsen dus met, ze lopen niet met, maar ze fietsen dus met. En hier komt dan een groepje verzoeken de show. Meester. Met een paar leerkrachten of een paar
een beetje uit de groente gewassen leerling, ik weet het ook niet precies. Maar in elk geval, deze doen ook met. Ze knorren niet, maar hebben lol. De dag voor, deze dag voor. We hebben een heel schoon gekloerte gewassen werk, die met z'n niet. En die hebben we dan in de groep voor hebben gekloond. We hebben ze kijk ze op het bord staan. Maar, je ziet het al, dit komt natuurlijk weg van het klonen wat ze elders in de wereld met beesten proberen te doen. Op de boekel zijn ze toch al een heel stuk verder. Ze hebben het met mensen al lang verder gekregen. Kijk maar, je hebt een schone stuk kloons in beeld nu. Die allemaal exact hetzelfde zijn. Dat er iets verschil in grootte zit. Ja, nou, dat ik niet aan het klonen 100% gelukkig is. Maar ik denk dat het een beetje in de maat van de schoon zit. De enige 100 schoner is. Dat het daar mee te maken heeft. Want ze zijn allemaal exact hetzelfde. De ene schreef misschien een beetje helder als de andere. Maar ja, dat kan ook aan de persoon zelf zitten. Krijgen we nu in de tractor met een schoon ker helemaal vol met blonnen. En daar zit een joekskapel op, Kapotmakerie is de naam. Het is een internationaal gezelschap. Internationaal wil niet zeggen dat ze door uit verschillende landen komen, maar ze komen uit Boekel, Zwamen, Assel zit erbij. En ook zie doen al een paar jaar met aan deze optocht. En boete dat ze met hun optocht verzorgen, ze natuurlijk ooit geregeld ook van muziek. Ze hebben me genoeg aangeneid. Ook dat is duidelijk. Maar dat hing schon onder de oren, tenminste. Daar die de boog omgeeft, is een en al oor. En dan krijg je nu de prinsenwagen. In beeld van onze jeugdprins, prins Björn de Eerste. Die bovenin een prachtige prinswagen zit. Natuurlijk compleet met zijn jeugdraad. Prins Björn is de 33e jeugdprins van ons Kuulkopjesrijk. Hij is dus jubileumprins. Hij zit helemaal vol, de wagen zit, ja, kuulkupjes hebben we op het moment weer genoeg. Ja. Dus we hebben hier alleen al heel lang carnaval op de boekel van de Kwekkerte, dus de grote prins. Maar ook al jarenlang kennen we genieten van onze jeugdprinsenraad, die op dit moment toch al verschillende jaren door de aardprinsen georganiseerd werd. En verzorgen ervoor dat ze elk jaar een prachtige prinsenwagen hebben. De van opa staat nog altijd. Dat is een leuk idee. Het is ook een aardprins, als ik het goed zie. Die ook al verschillende jaren altijd meedoet aan de optocht. En die heeft de kerstboom nog staan. We horen op de achtergrond ergens doedelzakmuziek. Deze groep, die ook aan de gemeenteverkiezingen meedoet, aan de bloemen te zien, die ook al jaren bezig zijn om op de boekel nieuwbouw te realiseren. Maar of het er al gelukkig is, ik weet het niet. Ik heb er nog niks gezien. En zo trekt hij langzaam de optocht weer voorbij. We zijn voor een afwachten tot de volgende wagenzinnig is het in aantocht is. Het is een schone optocht tot nu toe. Tenminste wat ik er zelf nu al van gezien heb en ik heb er al heel veel gezien in de boekel, is het een prachtige optocht weer. Dit trouwens al jaren goed is hier op de boekel. Het is al jaren dat tenminste allemaal aan middels en als je kijkt naar de lengte van de optocht en kijkt naar het aantal inwoners van de boekel, moet ze ongeruimd denken van, nou, de helft van de boekel ongeruimd moet ook ongeruimd wel in de optocht metlopen.
En we hebben het zelfs gepresteerd in 1991, was het. Ja, dat was de optocht van de boekel groter als de van Keulen. Dat was toen de golfoorlog was en er in Keulen niet door mocht gaan. Dan gingen wij even goed door. En toen waren we zongen meer groter als optocht. In de Roos staat op de wagen op het, en het kan niet missen. Ook Boekel is al jaren in Vereniging Riek. Die luistert naar de naam Saranus. Het is een handbokvereniging die al heel en ver bekend zijn door de geweldige prijzen en kampioenschappen. Nederlands kampioen diverse malen, Limburgs kampioen 10 keer. Ook zie je ieder jaar met een schone auto met. Dit jaar is er kleiner dan afgelopen jaar, zo ik. Maar even goed in de prachtige wagen van ons handbokvereniging Soranus. De volgende groep van de mannen vier, we hebben het zo niet gehaald. Ook prachtig, goed gedos. En ik denk dat het slijt op de Elfstedentocht, want die zien hebben de, ja, de, ze hebben ook een klapschaats aan, zie ik. Want die klapt heel aardig met, alleen een beetje verkeerd, zie ik. Maar ja, dit jaar hebben ze ook wel weinig kunnen oefenen. We hebben nog tot nu toe een prachtige zomer gehad. Als ik al van de winter, kan het beter zeggen van de zomer. En daar komen de badjes. Ook dit is heel duidelijk. Prachtig gedaan. Een schoon grote badkuip. Ken je allemaal een badje omgebonden? De badjes. De Boekelse badjes staat erop. Ja, inderdaad. Er lopen inderdaad wel wat badjes mee. Wie hoor. Ja. Er zijn nog echte zinken butten met waar we heel vroeger in gewassen werden. Toen douchen ze iets. En een echt lichtbad, een bubbelbad wat we vandaag allemaal hebben. Dat was ze allemaal nog niet zo goed. Eén badje werd er nog achteraan gesloten. Maar of er nog veel water in die ding het niet. De Boekel duidt het. Dat is de spreuk die ze een beetje op de Boekel dit jaar geïntroduceerd hebben. Ze gooien een chapsandje op de weg. Deze ook daarna weer dreig opvegen. Ja, werk hebben is niks, zeggen ze, maar werk ga je, dat is geen hangers. En zo kunnen ze jaren doorgaan. Ze gaan weer verder langzaam met haar shirk, hè. Ja, wacht, oh, de shop zit niet goed, ik dacht al, wat doe ik. Maar ook een heel schoon groepje. Dan krijgen we weer een groepje van een man of 3-4. Dat is het koningsschieten van Boekel. Ja, dat is dit jaar niet zo'n geweldig succes geweest. We hebben er een keer of drie op moeten schieten voor een koning te vinden dit jaar. Eerder ging er wel het meest waardoor dat het niet helemaal door kon gaan. Maar ze hebben er toch hebben gekregen. Na verloop van tijd. En de koning loopt dan ook met. Ook hier zit je weer de problematiek over de school wat er zogenaamd was. Dat we geen school hadden. Ik loop mee voor de VVD, staat erbij. Maar die school staat er wel degelijk. Deze banketten is al wat trouwens het nog is te zien. Die is al zeer en zeer oud. Want die hebben ze toen gemaakt, die banketten, toen ze de school gebouwd hebben. En dat is toch al een aantal jaren geleden. En hier kunnen we naartoe genijden langs. En een klaploper. Ook heel schoon samengesteld, dit duo. En dan Kump. Langzaam weer gaat muziek op de achtergrond. Ach, dat is nog even. Een van de joekskapellen wat de Boekel Riek is. Die luistert nou de naam nog even. Het is de mensen die gewoon zijn een keer een instrument in de hand gepakt hebben. Wie is het meestal gaat met joekskapellen. En jongens, laat eens maar gaan truiten. Toen ze pas bestingen hebben ze een keer geprobeerd om het Limburg Volkslied te spelen. Nou, ze hebben het na afloop maar aangekondigd dat het Limburg was. Want we zijn de muziek absoluut niet te horen.
Maar inmiddels uitgegroeid als een klein muziekgezelschapje, zal ik maar zeggen. Ze maken fijne muziek. De gras gehoord mag worden en waar veel stemming met gebracht werd met het vasteloos gebeuren hier op de Boekhoek. We hebben het hoog in de bollen. Ja, dat is ook leuk. Ze hebben het zeer hoog. Kijk maar, die komen tamelijk hoog in de loog. En ze lopen nog niet tamelijk langs de schoen, vind ik. Die zegt, die zal het toch straks op de pot zitten. En die met die shirt, ja, wat is er aan het nodig om direct in de bezemgroep achteraan. Die onmiddellijk als heksen zijnde de zaak weer opruimen. Want ook heksen die hebben we op de boekel nog. Nou, en als allerlaatste, traditioneel, zoals de hermenie het al jaren opent, werd de optocht ook afgesloten met de wagen van de kwekkerte. De wagen hebben ze helemaal zelf gebouwd dit jaar. Ze hebben hem straks op kunnen hem even ingezegend met Prins Marcel, de eerste. Die staat van het kasteel heel rood, want dat moet het voorstellen, ons kasteel. Het is een prachtige wagen, waar ze ontzettend veel tijd in gestoken hebben. En ook goed sterk gebouwd is. Ik zie hem al niet uitjes meer, heb ze je uitgedaan? Ja, zeker!
zijn nog meer honger te meegaan, ja, dat kan niet. Er zijn zeker geen vrienden hebben gekomen. En dan wil ik als prins Marcel de eerste verzoeken om de prijs als Einzelganger over te geven aan Pieter Peters. Je schonken door, Tom Zaleman, Oli Boekhoek. Met de duo's. En er is geschonken door aannemer de lief, maar ze hier van de boekel, hier als buren, die nemen we aan. En wat ik ook bij zeggen, dat is een leer voor ons. En vooral, kom op weer. Hier, we bedienen ze het jong. Kom op dit, op zo'n middag. En twee wassen. Dit is geworden een duo. Frans en Andrea, met een hele lange nek. Wat zijn Andrea? Wat doen we Andrea?
dat in een grote club. En lijkt niet ons, maar lijkt het klein. Bedankt voor de schone bijdrage in onze optocht. En nu wekker ik dus. Dan moet ik wel even voor wie zeggen. We werden gesponsord door Kapsalon, Antoinette, Oetemoeko voor die groepen. En vooral wel met de wagens, het beste. En ja, de waren voor de jury natuurlijk weinig keus, want de wagen van de Rolf van Elf. Oh nee, dan mocht je winnen hoor. Nee, heb ik niet meer vergist. Maar er was een schoon erin, een hele schoon wagen. Die heeft te maken met van die schoon. En de werk is gesponsord door loonbedrijf Jan Peters. Dat zien we hier. Klopkomende en vooral alleen voor ons. De grote was in de bank weer. Die voetbalclub, laat hem eens hier opkomen. Dan kunnen we de hele grote groep. Kom kinderen, kom er maar mee. Handlaatst in, hè. Die willen we natuurlijk allemaal over. Dit is de eerste opwarmer voor morgen in een opdrukkendrama. Dat moet ongetwijfeld ook een win. De paard is succes! En hier hebben ze de prijs al. De tweede keer ben ik zeker. De derde keer. De derde keer. We mogen het eigenlijk allemaal nog niet hebben, broer. Even wat te hebben. Waar die alle drie zitten, heel zeker. Wat een man van de schudden. Dus Marcel, beste van dag, jong. En het kennen. Dat blijft kennen van meer. Kom hier binnen. Dit is de mening! Die meiden die gaan er allemaal kussen zien. Niet die jongens, die meiden die kussen die man. Bedankt! Goed met voor je, zo'n schone wagen. Dat was de prijsopreiking. Voor deze meneer, de laatste sponsor door Hoogbedrijf Peters, voor de Boekboer. En ook alle sponsors van de optocht, heel hartelijk bedankt dat u met hebt gewerkt aan deze schone optocht. We willen even een hele kleine buitenmars met voor de voetballers weer een uurtje. Vanavond kunnen we vliegen.